We zijn te gast in Oostvoorne bij de Bibelbunker. Jan Hollaar is onze gids en hij gaat het een en ander vertellen over de geschiedenis en de functie van deze bunker. Waar komt de naam Bieber eigenlijk vandaan? De naam Bieber komt vanwege het feit dat de Duitsers de tactiek hadden om hun commandobunkers een beginletter te geven en een naam die hetzelfde was met de plaats waar die stond. Er waren in Nederland in de oorlogsjaren 3 van dit soort bunkers. De Tiger op Terschelling, T is T. De Zander in Zandvoort, Z is Z. En dan Bieber Oostvoorne, klopt niet. Maar de voorloper van de Bieber, dat waren antennes die op de Dom van den Briel stonden. Dus Briele Bieber. Naderhand hebben de Duitsers hier deze bunker gebouwd en hebben de naam Bieber van Briele meegenomen naar Oostvoorne. Wij mogen van het Zuid-Hollands landschap, want de bunker is van het Zuid-Hollands landschap, ongeveer 20 rondleidingen per jaar uitvoeren. 10 voor groepen en 10 losse. En daar moet u zich voor opgeven, want er kunnen niet meer dan 30, 35 mensen per keer rondgeleid worden. En dat ligt in een stiltegebied, vandaar die beperking tot 20 rondleidingen per jaar. Als die mensen dus komen, dan hebben wij eerst hier buiten een praatje van ongeveer een kwartier tot 20 minuten over de bunker zelf. Hoe die ontstaan is, hoe dik de muren zijn. En u ziet ook bij de bunker dat er 2 ingangen zijn. Dan vertellen wij de mensen dat de eerste ingang was de ingang voor de officieren en de tweede ingang was de ingang voor de manschappen. Want in de Duitse tijd, en zeker met nog Pruisische achtergronden, ging een officier letterlijk en figuurlijk niet door dezelfde deuren binnen als de manschappen. De bunker is ongeveer 20 meter breed, 20 meter lang en 8 meter hoog. Hij bestaat uit 3 verdiepingen. De onderste verdieping is ongeveer 1,60 hoog en wordt gebruikt voor kabels, leidingen, afvoeren enzovoorts. Daarnaast zijn er 2 volwaardige verdiepingen die dus volledig bemand werden. In de oorlog werd deze bunker constant door 60 mensen bezet. Die liepen allemaal in wisseldiensten om deze bunker dag en nacht te bemannen, want die luchtgevechten gingen dag en nacht door. En we hebben dus hier, het is nu een klein gebied, maar we hebben hier eigenlijk op een strook van zeg maar bijna 5 kilometer lang en 800 meter breed, stond deze bunker als commandobunker in het midden. Daar stonden toen ongeveer 100 gebouwen en dat was toen echt een heel bataljon van de luchtmacht, want hij heeft niks met de Atlantikwal te maken. Het was een commandobunker van de luchtmacht. Die woonden, werkten hier in continu diensten. Die hadden hun eigen garages, hun eigen vleesvoorziening, hun eigen bakkerij, waterputten en natuurlijk verblijven, dagverblijven, nachtverblijven voor de manschappen. Het was een zichzelf supporting compleet dorp hier. Puur geheim, want niemand wist dat het hier was. Ook hier omheen had je dan een niemandsgebied met mijnen en daaromheen liep dan weer de Weermacht, die zat in Oostvoorne. De Kriegsmarine zat op het strand en zelfs die wisten niet dat hier een geheime basis was van de luchtmacht. In deze bunker hebben nooit gevechtshandelingen plaatsgevonden. Er is nooit geen schot gelost. Toch noemen wij hem de stille moordenaar, omdat hij door zijn functie, namelijk alle radarsystemen die hier in de buurt stonden, die kwamen hier binnen, is hij toch verantwoordelijk voor het neerhalen van ongeveer 2000 vliegtuigen. En dat komt met een gemiddelde bemanning, komt dat toch neer op de dood van 12.000 tot 15.000 mannen of jongens. Terwijl er geen schot gelost is, is het dus gewoon een grote, stille moordenaar. Achter mij ziet u een vliegtuigmotor. Die zat in de netten van een vis uit Stellendam. En die heeft ons gezegd, je mag hem ophalen en bij jullie bunker opstellen. Ik vind dat hij erbij hoort. Maar ik wil wel dat jullie de naam erop zetten van mijn overleden dochter, Leonie. Vandaar dat u ook de naam Leonie op de motor ziet staan. Dat willen we natuurlijk graag doen, want we zijn blij met zo'n gift. Vanaf het Kruiningengors tot aan Hellevoetsluis liggen hier in de Duinerij zeker nog zo'n 300 tot 350 bunkers. Maar dat zijn andere bunkers. Van dit type bunkers waren er in Nederland maar 3. En dit is de enige in Nederland en waarschijnlijk in Europa en dus eigenlijk ook in de hele wereld die nog te betreden is. 2 andere bunkers van dezelfde slag als deze, de L487 zoals die heet, zijn niet meer te betreden. Die liggen onder het zand in Terschelling en bij Zandvoort.
Elke verdieping van deze bunker had zijn eigen vluchtweg. Stel dat deze bunker ingenomen zou worden, dan konden de manschappen met de belangrijkste materialen die high-tech geheim waren, hierdoor naar buiten vluchten. Die heb je dus op de eerste verdieping en hier op de tweede verdieping. En als u erin kijkt, ziet u gelijk hoe dik een 3 meter dikke muur is. Er is uiteraard nog veel meer te vertellen dan dat in het korte item te horen en te zien was. Vanaf 6 mei tot en met 23 september vinden er dan ook rondleidingen plaats. Voor meer informatie kunt u kijken op www.westelijk-voorne.nl of neem contact op met Wim Langedoen onder telefoonnummer 0181 48 46 48.